Twee lieftallige exemplaren van de Homo sapiens kijken met belangstelling naar een schooltje Ballontogelus melanopterus of de zilverhaaien. De zilverhaai is ook de naam van een aquariumclub uit Beringen. Die heeft in de expohallen van het domein Kelchterhof in Houthalen Helchteren een internationaal aquariumsalon opgezet. Deze 5 meter lange onderwatertuin is alvast een van de eigen bijdragen van de club die op deze tentoonstelling alles samen 400 lopende meter aquarium realiseert. Daarvoor werd 50.000 liter water geconsumeerd. Limburg kampt nu even met waterschaarste. Een dergelijke grootschalige tentoonstelling is nieuw in ons land. Het salon wordt een mekka voor aquarianen en aquarioten. Het is ook een vakbeurs. Voyeurisme blijkt hier een deugd. In dit milieu van onvermoede specialisten strekt nieuwsgierigheid tot aanbeveling. Elke minibiotoop is een verrassing. Niet voor deze cycliden die zich gewis in het Tanganyika-meer wanen. Uit het tropische aquarium van Nancy in Frankrijk werd een paardje Electrophorus electricus overgevlogen. Meneer en mevrouw Sidderaal zijn samen goed voor een stroomstoot van 1400 volt. Het echtpaar gebruikt de stroomontladingen onder meer om een gezellige babbel te slaan. De baasjes uit Nancy hebben dit gekeuvel hoorbaar gemaakt. Het resultaat zal newbie-fanaten vertwijfeld achterlaten. Zelfs wat niet spartelt of zwemt, heet nog vis in het aquariumsalon van Kelchterhof. De onderwaterwereld boven water. De meeste van deze opgezette vissen zijn consumptievissen, maar voorzeker is nog nooit een snotolf in uw bord beland. Behalve aquaria bestaat nog zoiets als terraria en paludaria. Daarin springen en ritselen vaak zeldzame exemplaren waarmee hooggespecialiseerde amateurs van bij ons uitzonderlijke kweekresultaten bereiken. Vissen leven in het water. En dat dit ook kan betekenen in een grasmaaier, bewijst een groep aquarioten uit het Franse Beauvais. Het internationaal aquariumsalon van Aquariumclub de Zilverhaai, nog tot en met 2 juli in Kelchterhof. Bloep, bloep.